Allemaal, welkom bij een nieuwe video. Wij gaan vandaag trainen laden met Stanley. Dus hij is al een aantal maanden niet meer op de trainer geweest. In mei zou ik nog opleidingsdagen hebben. Dat was toen ook niet doorgegaan. Die zijn nu verschoven naar augustus. Vandaar dat ik nu weer even ga trainen laden met hem. En ik dacht, ik neem jullie mee. Misschien kan ik jullie daarin inspireren. Ik weet niet wat de beelden worden, want mijn vriend gaat filmen. Maximus en Stanley. Nou, we zijn op weg naar de storm. Voordat je op pad gaat met je trailer, is het belangrijk dat je goed controleert of die goed vast zit en dat alle lampen het doen. Nou, ik heb even een Stanley'sje hapje klaargemaakt en die gaan we ook gebruiken met het trailer laden. Die kan niet tegen van slotbeschermers, dus daar loopt hij gewoon niet. Dus ik gebruik gewoon deze gewone beestbeschermers. Nou, ik heb Stanley altijd deze Vitro onder zijn halster, over zijn neus en dan ga ik naar de andere kant. En dan kom ik hier er doorheen en dan los. Zet ik hem hier vast. Stel hij gaat achteruit trekken of wat dan ook, dan komt er druk achter zijn oren en dan is dat toch minder fijn voor ze en dan kan je ze wat beter houden. Nou, als jullie kunnen zien gaat Stanley weer twijfelen. Goed zo jongen. Eerst wat ik nou ga doen is gewoon alleen maar er doorheen lopen met hem. Kom maar. Goed zo. Dan gaan we er hier weer uit. Goed zo. En dan ga jij lekker snoepje. Met je ventje. Nou en dat herhaal ik dan nog een keertje. En dan krijg je nog een snoepje. Lekker. En ga ik nu zo meteen. Mag je wat eten uit die bak? Ik de ruimte heb om eruit te kunnen. Met zo'n mannetje. Hallo. En dan krijg je weer een snoepje. Dit
Even rust. Minder spanning in zijn lijf. Nest, hè? Vanavond hoor. Goed zo. Snoepje. Oh, een beetje vandaan. Ja, dat mag wel. Tja, nee, wel niet. Hij moet wel wachten. Nou, de trailer staat weer op zijn plek en ik ga jullie zo even lekker bijpraten. Nou, ik heb weer even geoefend met Stanley met de trailerlader. Het ging best wel goed, hij was ontspannen. Soms wilde hij nog een beetje spanning opbouwen in de trailer. En nu had hij dat eigenlijk niet. Ja, heel eventjes toen we de balken op gingen hangen, had een klein beetje spanning, maar dat vloeide al heel snel af. Dus daarbij heb ik het ook gelaten. Ik had zoiets van, nou dan doe ik de trailerlaadklep wat achter wat later en voor ook wat later. Dat neem ik gewoon de volgende keer weer mee. En zo oefen ik met Stanley het trailerladen. Dus vonden jullie deze video leuk? Doe eventueel een duimpje omhoog. Laat eventueel een reactie hieronder. Wat je van de video vond. Of als je misschien andere tips, tricks, ideeën heeft voor een leuke video. Let me know. Vergeet niet op abonneren te klikken. Als je dat nog niet gedaan hebt. Een belletje ernaast. Dan krijg je een melding zodra er weer een nieuwe video online is. En sinds met juni wil ik weer elke woensdag om 12 uur een video online hebben. Ik weet niet of het me altijd gaat lukken. Maar ik ga mijn best doen om wat wekelijks te doen. Maar mijn vaste uploaddag wordt dus dan de woensdag om 12 uur.